Mijn volgende gasten begeeft zich al vanaf haar zesde levensjaar op glad ijs. Maar heeft nog nooit een scheve schaats gereden. Ze werd maar liefst 4 keer kampioen van Nederland. Ze deed 3 keer mee aan de Europese kampioenschappen, waar ze 3 keer brons won. En 2 keer aan de Olympische Spelen. Dus ze is daarmee een van de boegbeelden van het kunstrijden op het ijs in Nederland. Maar niet alleen op het ijs, ook naast het ijs liet ze haar stem horen. Als commentator van Eurosport en Studiosport. En ja, laten we eerlijk zijn, er is er toch maar één die ons kan uitleggen wat een dubbele Rietberger is. En dan moet ik even nadenken, hoe ging je ook alweer? Nou, ik weet nog wel goed, namens ze zo aanrijden. Dan ben je volgens mij iets van dit of zo. Op zeer jonge leeftijd relde ze de warmte van moeders arm al in voor het koude kunstijs. Het begin van een sprookjesachtige carrière. Want gezegend met een overdosis aan stijl en souplesse, brak ze meteen het ijs voor het grote publiek. De Haagse Johan Haanappel was in zeer goede vorm. Bij de verplichte figuren had ze al een puntenvoorsprong gekregen. En de vrije figuren waaraan ze hier bezig is, deden die voorsprong nog groeien, zodat ze tenslotte niet meer bedreigd kon worden. En daarmee ging de titel dus naar Johan Haanappel, die er kinderlijk gelukkig mee was. Ze is tenslotte nog maar pas 14 jaar. Misschien niet helemaal de bedoeling, maar zo ging het ongeveer. Zo. En? Nou, ik vond het niet geweldig. En niet echt? Nee, ik geloof niet dat je een enorm talent bent. Maar het was ook een beetje een zenuwgedoe, hoor. Ik vond het eerlijk gezegd levensgevaarlijk. Ja, maar ik ben een beetje nerveus van het kijken van jou. De Joan Haanappel staat naar mij te kijken om mij te commentariëren. Welkom in het programma. Fijn dat je er bent. Zullen we dan maar lekker naar binnen gaan? Ja, laat me lekker warm binnen. Kom maar hier, ik zal iedereen vinden. Graag. Nou, jij zou er waarschijnlijk anders over denken, maar ik voel me meer op gemak op deze stoel. In de businessclub van deze van ijsbaan in Zoetermeer. Dan op het ijs, hoor. Want, nou, ik moet zeggen, ik voel me ook meer op mijn gemak. Want ik vond het echt heel eng. Ervan? Ja, ik vond het een beetje eng. Ik denk waarschijnlijk dat het toch aan het ijs ligt. Dat riep ik vroeger ook. Ja? Want we zitten hier wel in Zoetermeer, hè? Daar heb ik een leuk verhaal. Vertel eens. Nou, Sjoukje en ik waren wel in een huis. En wij waren dan de twee sterren. Sjoukje Dijkstra hebben we het over, ja, vriendin, hè? En we hadden première in Valkenburg. Dus die show die liep wel, maar in Nederland dan was het première in Valkenburg. Nou, die hele zaal, 4.000 à 5.000 mensen. En we hadden net vakantie gehad. En dat is altijd heel moeilijk om dan je voeten weer te vinden. Hè? Ja. Dat is net als eieren schaatsen. Hoe lang geleden gaat je nu nou, over? Nou ja, ik heb het over... wacht even hoor, ik zit te denken. 70 okay. Of 71. En toen, zij moest als eerste, haar solo. En ze komt de kleedkamer binnen en ze zegt... God, ik ben toch midden voor, toch als een blok gevallen, zeg. Nou, Sjoukje viel niet zo vaak, dus ik dacht... Oh god, dat zei al, nou, dat is lekker. Ja. Dus toen was mijn beurt. En ik ging midden voor, ging ik ook onderuit. Op dezelfde plek? Op dezelfde plek. En weet je wat er in de krant stond? Nee. In de Limburger. Super. Het ijs was duidelijk niet goed, want zowel Sjoukje als Joan vielen op dezelfde plek. Nou. Dat was gewoon onze schuld. Nee, helemaal niet. Ja, mooi, dat net, dat, dat voelde ik dus net het, ook. Ja. Nee, maar waarom zeg ik dat? Ik mis een beetje het Haagse ijs. Ja. Want het is natuurlijk een drama dat wij uit moeten wijken naar Zoetermeer nu. Hè? Nou, het is zo verdrietig. Ja, hoe denk je daarover? Nou, ik vind het enorm verdrietig. Ja. Ik kan me helemaal niet voorstellen dat Den Haag als kunstrijdstad puur sang geen ijsbaan meer heeft. Ja. Geen kunstijsbaan. En ik kan me ook niet voorstellen hoe dat mogelijk is. Hoe het mogelijk is dat we dus in 1946 na de Tweede Wereldoorlog wel een kunstijsbaan hadden. Hockey, Houtvesthallen. Ja. Dat we in de 70 jaren 2 kunstijsbanen hadden. Dat nu Den Haag sportstad van Nederland is en geen kunstijsbaan heeft. En ja, ik geloof toch dat de gemeente dat niet kan laten gebeuren. En dat is toch echt wat moet gebeuren aan het accommodatiebeleid. Ja, ja. Want het is treurig voor woorden dat je in Zuid-Holland, even afgezien nu van de 30-60 meter baan, waar wij kunstrijders natuurlijk mee te maken hebben, shorttrackers, ijshockey. Maar dat je dus in heel Zuid-Holland niet meer op een 400 meter baan kan rijden. Lag het voor de hand voor jou, de keuze voor het schaatsen?
Nou, het lag helemaal niet voor de hand. Dat ook, nee, dan gaan we waterpolo. Ja, ik heb wel ook heel erg ernstig aan ballet gedaan. Ja. Maar dat was dus altijd wel aanvullend aan het kunstrijden. Maar ik was wel goed op ballet ook. Maar kunstrijden lag voor de hand omdat mijn vader graag schaatste. Mm-hmm. Hield van ijsdansen. En mijn moeder heeft die ook op het ijs gebracht. Ja, ja. En op een gegeven ogenblik was het gewoon makkelijker om mij schaatsen te geven dan een babysitter te nemen. Ja, ja, dus ik kreeg van Sinterklaas kunstschaatsen. Nou, momenteel trainen op deze baan in Zoetermeer talentvol paar, hè, moet ik zeggen. Een tweeling. Ja. Daar ben je mentor van, hè? Ja, zij maken deel uit van Haag Schout. En Haag Schout is dus jonge talenten die door Den Haag, de gemeente Den Haag ondersteund worden. En daar is ook een mentorschap aan verbonden met Oud Goud. Nou, en ik ben dus hun mentor. Dat ben jij, ja, met alle respect. Dus, ja, heel leuk. Ja. Zullen we eens gaan kijken beneden bij de baan? Ja, we gaan zo beginnen. Alsjeblieft, ja? Dat is leuk. Voor iedereen, hè? Voor alle kunstrijders. Ja, in april liggen ze stil, zeg maar, en dan begint het weer erbij. Daar zijn onze talenten. Ja. Weet je. Ja. Rachel, zeg ik dat goed? Rachel. Ja. En Dimitri. Ja. Epstein. Ja. We hebben genoten van hen, hè? Hartstikke goed. Ja. Maar genieten jullie ook van Joan? Vanuit. Altijd. Hoe is Joan als mentor? Ze is heel lief en aardig. En vertel altijd heel veel verhalen. Neem altijd contact met haar op. Ja. Mail haar altijd of bellen. Ja, ik vind haar gewoon goed. Jullie zitten allebei op Zegbroek, hè? Ja. Sportklas, topsportklas is dat, hè? Hoe is dat nou zo'n dag? Hoe is het? Nou, 6 uur opstaan, trainen, dan naar school, een paar uurtjes en dan weer met een busje terug naar Zoetermeer weer trainen. En het gaat dan gewoon hoeveel keer per week? 5 keer per week. Je zucht ervan. Oh ja, nee, ik was nog buiten adem. Ja, dat is gewoon vorst en dat is nou ja, behalve woensdag, want dan hebben we alleen training in de middag. Dus dan worden we alleen maar in de middag door het busje opgehaald en dan hierheen. En dan moet zeg maar wel mijn volle rooster volgen. Ja, ja. Maar jullie trainen op zaterdag toch ook? Ja, zaterdag. Maar dan brengt mijn moeder me. Ja, ja. Is er nou veel verschil tussen vroeger en nu? Ja, de hele sport is natuurlijk zo geëvolueerd. Het is zo fantastisch geworden en zo moeilijk. Want ik had je dat al eerder al gezegd, maar ik denk echt dat dit technisch de moeilijkste sport is. Ik heb dingen net gezien waar ik echt bijna ongelooflijk. En dan begin je pas met een nieuwe kuur. Ja. Hoe lang zijn jullie nu bezig met deze kuur? Anderhalve week en dan al zo goed. Nou, Rachel en Dimitri, jullie moeten aan de slag, hè? Hartstikke bedankt voor alle mooie bewegingen en de tijd. Ja. We gaan maar met de coach op jullie te wachten. Dan schijnen we daar ook nog problemen mee. Ja. Dat is wel mooi snel, hè? Ja. Ik heb genoeg talent gezien, hoor. Leuk, hè? Ja. Ja, nee, dat is natuurlijk is gewoon talent in Nederland, hè? Maar het is waar, wat doen we ermee? Die dat combineren net zoals jij vroeger school met schaatsen. Ja. Ja. Nou is er in haar geen ijsbaan meer. Nee. Jouw ijsbaan is er helemaal niet meer. Nee. Maar jouw school, jouw lagere school... Die is er wel. Die is er nog wel. Ja. Oh, graag zie ik die konen zijn erop. Ja, het is echt. Jeetje, dat gaat pas goed. Nou, die oude school. Ja. Hoe heet die ook alweer? Duinoordschool. Ja. Een lagere school. Lagere school was het, hè? Ja. Dit hek ken je nog? Ja, nou, het is een ander hek. Maar hier was de ingang in ieder geval. En dit was het schoolplein. Dat was toen veel groter, want ze hebben er hier dus duidelijk bijgebouwd. Ja, dit is allemaal nieuw. Nou, het hele gebouw is gewoon is afgebroken en is opnieuw gebouwd. Dus het was één grote, lange, je kan het zien als een lange bungalow. Maar hoe ging het dan? Want je was al heel vroeg bezig met de schaatsport. Ja. Nou, alles op de fiets, hè. Ik ging op het fietsje van de Vondelstraat hier naartoe. Want hoe oud was het nou echt dat je daadwerkelijk begon met schaatsen? Ik ben begonnen op mijn 15 jaar. Jeetje. En toen zat ik dus nog op de... Ik ben vroeg, omdat ik een novemberjarig ben
dus op mijn vijfde jaar ook naar de eerste klas gegaan. En dat was dan nog op Zwellingplein. Maar ik ging dus al heel vroeg, toen ik 7, 8 was, ging ik met de fiets eerst naar de hockey. Mm. En dan wie kent hem niet? Wie kent, ja, weet je nog? Nou. De hockey en dan terug hier naartoe. Ja. En dan de school. En dan ging ik na school ging ik weer naar de hockey. En dan ging ik soms, en dan ging ik weer naar huis. Allemaal op de fiets. En dan ging ik s'avonds 3 keer in de week ook nog eventjes een uurtje of zo. Ik zou bijna zeggen, 8 meid, dat is een hele dagtaak. Ja, maar 's morgens mijn ontbijt, dat nam ik samen met de mussen. Hè? Want de hockey, de houtrust, daar zaten wel een beetje gaten boven overal in. En de mussen vlogen laag over de baan. Ja. En ik had dan mijn boterhammetje op de balustrade liggen. En die pikte vrolijk mee. Heel gezellig, ik en de mussen. Ja, ja, de mussen, ja, ja. Dat is wat anders dan een vriendinnetje. Maar hoe ging dat met vriendinnetjes en zo? Of vriendjes? Nou, dat is, ik heb best wel vriendinnetjes, maar het was lastig, hè? Want ik had een heel ander leven. Ja. Hey, hoe was het nou thuis, met jou, met vader en moeder? Waren ze... ze waren natuurlijk hartstikke trots op je, meegaan. Maar was het niet, ben je niet gedrild, bijvoorbeeld? Nou, ik moest wel alles goed doen, hè? Ja? Ze wilden wel graag dat ik het goed deed op school en ook goed op reis. Want daar hadden ze ook alle tijd voor, hè? Want jij was nog enig kind? Ik was enig kind, ja. Ja, het was natuurlijk wel op mij geconcentreerd, ja. En dat is best wel lastig, hoor. Ben je niet vreselijk verwend? Helemaal niet verwend. Nee? Nee, in tegendeel. Oh. Ik wou dat ze me meer verwend hadden. Nee, want? Er was geen tijd voor. Ik was altijd onderweg. En als ik niet op school was, dan was ik op het ijs. En omgekeerd. Ja. En in de zomervakanties, we hadden dan wel zo'n zomerhuisje op de Kaag. Ja. Het Kaagdorp. Dus zomers, een paar weken, als ik niet in Engeland was om te trainen of zo, dan was dat 2 weken. Dan had ik echt vakantie. Maar verder was ik eigenlijk... Maar dan was je ook echt met vader en moeder samen? Was het wel liefde? Ben je wel liefdevol opgevoed? Jawel. Ja, je hebt wel goede herinneringen aan. Ja, maar mijn vader en moeder wilden graag dat ik het heel goed ging doen. Ja, dat snap. En dat is, ze wilden veel voor hun kind. En hoe was het met school geregeld? Want jij was natuurlijk, kreeg je van school al genoeg medewerking in de sport? Het was echt ongelooflijk, want het is natuurlijk lang geleden. Ja. En als je dan denkt dat ik op deze school, meneer Van Westering, dat was toen de hoofdonderwijzer, dat was de baas. Ja. En daar heb ik alle medewerking gekregen. Ik bedoel, ben je daar genoeg vrij in gelaten? Heel veel. Hm? Die was er zeer sportief ingesteld. Hm. En ja, het was zo dat ik begon natuurlijk ook pas op de lagere school. Ja. Ik bedoel, het was niet dat je al een naam had, maar hij wist wel dat ik heel hard trainde. En ik heb natuurlijk, terwijl ik hier op school zat, was ik al een keer 1 bij de senioren met vrijrijden. Ja. En nummer 3 van Nederland. Ja, dat is bizar. Bij de senioren was ik al toen ik hier op school zat. Toen was je nog Joni. Ja, Joni. Ja, Joni Kippenpeer. Maar mocht je ook uren missen, bijvoorbeeld? Ja, ik mocht ook wel eens uren missen, maar het meeste dan toch gedurende de handwerkles. Of vandaar dat ik zo hartstikke, handig, hè? Breien, naken. Nee, ik kan nog wel een beetje borduren. Dus dit heb je niet zelf gepunnikt? Ach, jammer dat je dat nou vraagt. Vond je het niet mooi? Dat is hartstikke mooi. Hier zit de huidige directeur, Ruud. Oh, wat leuk. Kennis maken. We hebben ook een prachtig jubileumboek. En dat vind ik wel leuk om dat vandaag aan jou uit te reiken. Ik zie hier nog een oude ijsmuts van Die heb ik nooit gedragen. Maar dit is de handarbeid. Ja? Nou, daar was ik dus altijd schaatsen. Dus ja, dit is niet van mij. Nee, dat kan niet van jou zijn. Nee. Nou, we nemen afscheid van de school. Tenminste, jij niet, want je hebt nog een heel boek om te bladeren. Ja. Allemaal mooie, dierbare herinneringen. Leuk, hè? Hartstikke leuk. Ja. Maar gelukkig maar dat je het hebt, want dit is helemaal nieuw. Ja. Maar we gaan nu naar een plekje in Den Haag waar jij vroeger toch kwam, wat toch helemaal authentiek is. Ja. Het Gouden Hoofd. Nou, je vult hem zelf in. Kom, hartstikke leuk. Warre reis met warre weersomstandigheden. En nu lekker droog op een plekje met dierbare herinneringen voor jou. Ja, dat was echt een stop voor mijn moeder en mij. Als wij de stad in gingen, 2 keer per jaar, als ik dan wat nodig had, kleren. Dat ging niet vaak hoor, Dan gingen we meestal naar de Bijenkorf, die op dezelfde plek staat ook. Ja. En dan kwamen we hier. En dan gingen we, als
Weer was op een terrasje zitten en dan gingen we met Gouwenhoofd kijken naar de mensen die langskwamen en gezellig even een kopje thee drinken. Kijk, als ik door Den Haag loop en met name dus een plek als dit, dat brengt zoveel dierbare herinneringen en bij mij, het maakt het los. En je moet niet vergeten, ik heb geen broers of zusters, dus ja, dat is mijn verleden, ligt hier in Den Haag. En, ja, maar heb je wel veel steun gehad aan je ouders, met het schaatsen, je jeugd en noem maar op? Ja, ik bedoel, als ik de steun van mijn ouders niet had gehad, was ik nooit bereikt wat ik bereikt heb. Want zonder de steun van mijn ouders was het nooit gelukt. Dus niet mogelijk. Nou, dus. We hebben net kennis gemaakt met de twee talenten, waar jij mentor van bent. Ja. Die hebben even het dagprogramma doorgenomen. Ja. Hoe was het met jou? Hoe heb je niet gewoon vreselijk veel gemist door de schaatsport? Ja, maar dat is natuurlijk gecompenseerd door succes. Dus ik heb het geluk gehad dat ik ook inderdaad redelijk ver gekomen ben. En heel veel ook aan het schaatsen te danken heb. Want er is natuurlijk een heleboel gebeurd in mijn leven nadat ik geschaatst heb. Maar het was wel, had te maken ermee. En ik denk dat ik natuurlijk wel wat gemist heb van mijn jeugd. Maar het is rijk gecompenseerd. Dat is op een gegeven moment gestopt. Tenminste met de wedstrijdsport. Ja, ik ben in 1960 gestopt. Ja. Omdat ik zag, kijk, ik had in 1959 de kans om Europees kampioen te worden. Ja. Ik heb in 1958 dus de eerste medaille voor Nederland gehaald. Een bronzen medaille op de Europese kampioenschappen. Bijzonder, nou, het was wel bijzonder, omdat je die sport dus werd op de kaart gezet. Ja. En in 1959 had ik dus de kans om Europees kampioen te worden. Dus ik was echt wel de favoriet voor de titel. Ja. En dat heb ik laten liggen. Dus gewoon mijn eigen stomme schuld. Ja, nou, erger nog je misschien. Eén keer op je kont vallen is niet zo erg. Nee. En wat erger is dat je een blackout krijgt. Dat je echt gewoon eigenlijk niet meer weet waar je mee bezig bent. En dat is wel heel pijnlijk. Ja. En toen werd ik niet één, maar ik werd drie. En daarmee ging Sjoukje mij dus ook voorbij. Ja. Want die werd toen tweede. Het was eigenlijk de eerste keer dat zij mij voorbij ging. En, er wordt nog voor je geapplaudisseerd door mensen die het zo mooi vinden dat jij als eerste Nederlandse een medaille won op de Europese kampioen. Dat is leuk, hè? Hartstikke leuk. Ja. Nou, en toen in 60, toen, ik heb nooit meer dat gevonden. Dat ik had op een gegeven moment het idee, ik kan het niet meer, doordat ik gefaald heb. Kon je de druk niet aan? Er was nog geen sportpsycholoog. Nee. He, dat was voor mij geweldig. Maar was het door de druk? Kon je de druk niet druk, aan? Ja, dus gewoon, ik kon niet op het moment meer pieken zo. En toen heb ik gedacht, nou weet je wat, ik ga lekker geld verdienen. En ik ga iedere avond voor een publiek rijden en ik word professional. De grand lady van de revue, hè? En ik heb dus eerst bij de Wiener IJsselvuur gewerkt. Ja. En toen ben ik overgestapt naar Holiday on Ice. En daar heb ik ook nog 4 jaar met Sjoukje samen in de show gezeten. Toen, nadat Sjoukje ook prof was geworden. En een prachtige periode beleefd. Daar kreeg je met heel veel plezier op terug. Heel veel plezier. Ja. In haar solo bleek eerst goed waarom aan Joan Hanappel een van de ereplaatsen in de revue is toegekend. Met een gracieuze buiging dankte Joan haar landgenoten voor het hartelijke applaus. Waar ben je nou het meest trots op? Nou, die eerste bronzen medaille voor Nederland, dat was dan toch, dat heb je neergezet en daarmee stond het kunstrijden internationaal op de kaart bij Nederland. Oh, dat is wel verrassend dat je dat zegt. En ik dacht lintje. Ja, het lintje is. Die heb je ook gehad, hè? Heel bijzonder. Ja. Heel bijzonder, 1,5 jaar geleden. Ja. Ik vind het een mooi afsluiten, dit. Het lintje. Ja. Mag ik je een kus geven? Jij mag mij een kus geven. Heerlijk zeg. Het was een fantastische dag. Ja, dat vond ik ook. Lang maar fijn. Nou, kijk, je neemt de woorden uit mijn mond. Nou, we zitten aan dit wijntje. Dit gaan we samen daar even opnemen. Je krijgt er maar één mee voor thuis. Dit is het TVWest wijntje. Dat geven we altijd heel veel plezier aan de gasten. Dat klinkt heel raar dat ik, als ik ga zeggen van ik weet dat je nou een liefhebber van me, maar dat doe ik niet. Nou, dit... Nee hoor, helemaal niet. Dat is niks verkeerd. Nee hoor. Ik denk dat mijn man het ook erg leuk vindt. Ja, lekker. Drink hem samen in goede gezondheid op. En dan wil ik nog één ding weten, of tenminste één ding horen eigenlijk. Wat niemand weet is dat je ooit een plaat hebt gemaakt. Jij hebt een plaat gemaakt? Ja, Jeugdzonde. Ja. Ja. Kan je het nog één klein stukje van mij laten horen? Nee. Ah, doe eens. Het was
Ik hou van de winter. Ja? Ik hou van de winter. Al duurt hij ook lang. Een kus van een sneeuwman. Die maakt mij niet bang. Je bezit zelf wat talent, hè? Prachtig. Nou, we gaan toosten. Kom, op een mooie dag. En dat leuk nog... om je te leren kennen. Nou, dat is echt gezellig. Je bent een gek mens en een heel lief mens. We gaan nog eens een keer een borrel drinken. Doen we zeker.